Trefpunt en Vermijdenfonds. Van harte welkom op de Nationale Feestdag. Misschien is het niet altijd even evident geweest om op Nationale Feestdagen over kolonisatie te spreken. Laat staan over decolonisatie. Ik denk dat we dat vandaag kunnen, we zijn daar klaar voor. Denk ook, als u ziet wat de koning een paar weken terug gedaan heeft, daar is toch een heel beweging op gang gekomen. Maar we zijn er nog niet. Ik zie u knikken, inderdaad. Linda, Rick, welkom. Sprekers voor vandaag, van harte welkom ook in de zaal en thuis. Een praktische mededeling om mee te beginnen. Jullie in de zaal kunnen natuurlijk vragen stellen. Als de sprekers daar klaar voor zijn, kunnen ze die beantwoorden. Ik weet, thuis is dat iets moeilijker, maar we hebben een Facebookpagina waar dit live gestreamd wordt. En u kan daar dus uw opmerkingen kwijt. En dan zullen we die doorspelen aan u. Rick, we hebben al heel interessante gesprekken gehad in het verleden. En ik herinner mij, een paar weken terug hadden we een gesprek over, over de crisis waar we nu in zitten natuurlijk ook. En je liet toen het woord vallen, interdependentie. En dat vond ik wel prachtig. Dat woord toont hoe meer dan ooit duidelijk geworden is vandaag hoe wij afhankelijk zijn van elkaar, hoe landen afhankelijk zijn van elkaar. Dat vind ik een mooie gedachte op de Nationale Feestdag. Hè. Omdat zogenaamde nationalisme toch in een breder perspectief te plaatsen. We hebben een uur. Ik denk dat we veel kunnen vertellen. Ik denk dat deze activiteit mooi aansluit bij hetgene wat we klassiek doen tijdens de Gentse feesten. Namelijk een literair zomerlief. Nu, we hebben jullie wel een beetje samen geduwd, Rick. Ik weet niet als jullie voor elkaar gekozen hebben. Ik hoorde daarnet dat het niet de bedoeling was om een ruzie te maken. Dus dit zal dan zeker een friendly conversation zijn. Maar toch, hè, we houden de geest scherp. Er zijn vragen mogelijk. Ik weet niet hoe je dat wil oplossen. Als je dat doorheen kan doen of meer naar het einde toe. We zien dat ter plaatse. Er is geen moderatie voorzien. Dus dat is eigenlijk ook een beetje zoals het bij Literair Zomerlief werkt. Als u wil, kunt u een fragment voorlezen uit het werk. Het werk is ook te koop hier. Waarvoor dank aan boekhandel Walry. En dan geef ik graag aan u het woord en graag een applaus voor onze sprekers. Ik heb het jou niet voorgesteld. Ja, inderdaad, ik ben hier voorgesteld geweest. Zal ik misschien zelf even doen, hè? Want ik ben voorlopig nog, zeker nog niet zo bekend als Rick natuurlijk. Hè. Ik ben podiumdichteres, mijn naam is Linda. Wat zeer toevallig is, want in jouw boek, Rick, heb je ook een onderdeel over de dichters die optreden als soort van shamanen en dat dat vaak verweven is, die functie. Dat is ook iets wat ik probeer te doen op het podium. Dus ik praat ook over decolonisatie, over racisme, over seksisme, over genderdiscriminatie. Maar ik probeer dat op een manier te doen via metaforen, waardoor het minder confronterend is. En de bedoeling is om mensen meer te verbinden, zodanig dat mensen zich kunnen inleven in het perspectief van een ander, om daarna tot een dialoog te komen. En ik denk dat dat wel aansluit bij jouw filosofie, Erik. Ja, absoluut. Misschien als antwoord iets te zeggen over dat fameus begrip interdependentie, want dat heeft daarmee te maken in die zin, dat is bijna een kristallisatie van wat Linda allemaal zegt. Ik denk dat we voor de eerste keer in de geschiedenis overduidelijk, niet te ontkennen, zal ik nu maar zeggen, in een wereld beland zijn. Over de voorbije jaren, misschien vooral de voorbije 30 jaar, waar we interdependent geworden zijn, feitelijk. En die nadruk op feitelijk is heel belangrijk. Ik heb het niet over de waarden van we zijn interdependent en we willen daar wel of niet mee om enzovoort. Dat komt nadien. We zijn feitelijk interdependent geworden. Dat wil zeggen, u heeft allemaal gsm's, heb ik hier al gezien, en in de huiskamer ongetwijfeld ook. U heeft hier livestreaming met alle mogelijke apparatuur, noem maar op. Geen van die dingen, om nog maar daarbij te blijven, maar ook de helft van uw voeding, uw auto's, uw kleren, noem maar op, dat heeft u allemaal niet vandaag, tenzij er intensieve contacten zijn,
verkeer, transport enzovoort, voor ik weet niet wat allemaal, van onderdelen enzovoort, van waarmee u dagelijks leeft. Dat is dus de idee die daar, enfin, de constatatie daaruit volgt, is van we zijn onderling afhankelijk geworden in deze wereld. Waarom is dat nu meer en meer een thema en waarom, dat is één vraag. Een tweede vraag is waarom willen de geesten er nog niet aan? En dan komen we natuurlijk ook op het gebied van waarden of van politiek. Maar waarom is dat meer en meer een thema? Wel, omdat die interdependentie zo wild geïnstalleerd is in de voorbije generaties, dat we daarmee een aantal fundamentele ontwrichtingen in de wereld hebben teweeggebracht. Het meest bekende is de klimaatopwarming. De meest genegeerde ook nog altijd. Hè. Het is nu voorbij, we zijn nu met corona bezig. Nee, nee, dit is een onvoorstelbaar ingrijpend en niet om te keren, ja, vernieling zal ik nu maar zeggen, en ontwrichting wereldwijd waar iedereen mee te maken heeft, of we dat nu willen of niet. Feitelijk zijn we dus onder andere in zo'n soort ontsporing, die zeer, zeer diep, zeer grondig is, onderling afhankelijk geworden. Voilà. Ik spreek er nog maar over en de brandweer is er al. Dus. Maar er zijn er anderen, en ik behandel dat in het boek, ook de anderen, zoals structurele ongelijkheid in de wereld. U moet maar geboren zijn in bijvoorbeeld Nigeria, om iets te zeggen, of Zuid-Amerika, en uw levenskansen zijn meteen een kwart of meer minder lager dan wanneer u toevallig geboren werd in een gezellige familie, zou ik maar zeggen, een rijkere familie in Californië of hier. Zo. Die structurele ongelijkheid. Ik weet wel, in de loop van de eeuwen is daar wat aan veranderd. Een klein beetje. Maar sinds 30 jaar ongeveer is die structurele ongelijkheid en eigenlijk die nieuwe armoede, nieuwe slavernij kan men het ook noemen, hè, echt grondig weer ingeplant. En opnieuw, je kunt zeggen, dat gaat mij niet aan, ik doe dat niet. Jawel, want u leeft natuurlijk, en dat is op krediet, hè, in een situatie waar het u nog even heel goed gaat, maar morgen niet meer, want de structurele ongelijkheid komt ook bij ons zeer snel binnen. Pandemieën, we hebben er nu eentje, dat is nog niet weg, maar dat is, zal deel van onze realiteit worden, regelmatige pandemieën, omwille van dezelfde onderlinge afhankelijkheid. We hebben autostrades aangelegd door toerisme, door transport van alles en nog wat, de hele wereld rond. En dat maakt dat we dus, autostrades, door die transport onder andere, door toerisme, dat maakt dat we dus eigenlijk pandemieën uitnodigen, zelf verspreiden. Tegen onderin dieren, we zullen dat blijven doen, we hebben dat niet onder controle, wat we ook beweren. Dit is er nu eentje, dat is een zeer lastige, een zeer gevaarlijke. Er zijn er nog, er zijn er oneindig veel. En we doen alsof we dat allemaal beheren, want dat was vroeger zo, of we wisten er niet van. Nee, in deze interdependente wereld is dat intrinsiek, is dat onderdeel van ons bestaan. Tenzij we grondig, en dat zal dan allemaal samen zijn, proberen daar iets aan te doen. Nu, een van de dingen die apart gezet wordt, zijn er zo twee de laatste jaren, hè, en daar heb ik dus problemen mee, maar daar gaat het denk ik grotendeels over gaan. Dat is bijvoorbeeld de genderproblematiek. Zegt men van, dat is toch wel iets interessants, dat is toch MeToo-verhalen, dat soort van dingen. Laten we het daar eens over hebben. En over al de rest niet. Nu, hoe terecht ook die opmerking, hè, van die kritiek op genderongelijkheid en misbruik enzovoort. Hè. Nu, tweede onderwerp wat mij betreft, in mijn appreciatie, dat op die manier een soort steekvlam is, of als steekvlam gebruikt wordt door rechts, volgens mij, de hele geschiedenis rond decolonisering. Dit is een fundamenteel probleem, dat moeten we aanpakken, dat hoort trouwens bij de rest, bij de interdependentie, volgens mij. Wat doet men? Men haalt het eruit en het gaat precies alleen daarover. Niet doen, dat is wat rechts met u doet. Men laat u bezig zijn over één thema, vooral de ene tegen de ander, en ondertussen bent u niet bezig met de grote problematieken. Met de grote aanpak van die feitelijke interdependentie, wat gaan we daarmee doen? Hoe gaan we nu effectief samenleven, rechtvaardig herverdelen, wereldwijd, en dat zijn heel fundamentele vragen, hè? Het hoeft niet te betekenen dat we hier arm gaan worden, maar dat betekent wel dat we allemaal samen en verantwoordelijk het wat beter gaan hebben, maar minder excessief, minder miljonairs hier en daar, hè, die geen belasting betalen enzovoort. Dat soort fundamentele dingen. Daar ben je niet mee bezig natuurlijk, als het alleen maar gaat over
wat ik die steekvlammen noem, die alleen voor rechts welkom zijn. Want dan moet je niet bezig zijn met gelijkheid enzovoort. Hè. Dan ben je bezig met genderproblematiek die reëel is, die belangrijk is. Maar doe dat niet alleen, want dan ben je gezien. Dan duurt men u in kampjes, dan is dat een media gebeuren voor een tijdje en dan dooft dat terug uit. En hetzelfde verwacht ik eerlijk gezegd, hoe gruwelijk ook, met de problematiek nu van decolonisatie en racisme, hè, naar aanleiding van nu recent de moord op Floyd dan, hè, maar er zijn ik weet niet hoeveel geweest en dat gaat nog door. Dus men duwt u weer in een ja-nee of in een voor-tegen situatie, waardoor u de media eventjes hebt en dan dooft dat uit en dan blijft er alleen natuurlijk ja, ontmoediging achter. Hè. En ondertussen gaat de wereld, die andere wereld, gaat hier rustig voort en blijft men ook voort verdelen. Enfin, dit als grote inleiding, maar nu ga ik minder praten. Het is aan Linda. Ja, dat is ook iets wat ik in uw boek zo interessant vond. Dat jij die problematiek van hoe vooral het rechtse kamp mensen probeert tegen elkaar uit te spelen. Dat is de aloude verdeel- en heerspolitiek. Oud-president Lyndon B. Johnson had daar een heel mooi citaat van, bijvoorbeeld. Tijdens de Civil Rights Movement, dat hij zei van, kijk, als je een witte man kan overtuigen die sociaal op de laagste treden van de ladder staat, als je die kan overtuigen dat hij meer waard is dan de meest opgeleide zwarte persoon, dan heeft hij niet door dat je eigenlijk zijn zakken aan het leegroven bent. En als je zelfs iemand kan overtuigen dat hij altijd boven iemand anders staat, als je iemand een zondebok geeft om zich boven te kunnen stellen, dan gaan ze zelfs met plezier hun zakken voor u uitkeren. En dat is eigenlijk wat er constant aan het gebeuren is. Eigenlijk, hè. Ze spelen eigenlijk iedereen tegen elkaar op. Wat ik nu heb gemerkt de laatste tijd met de protesten recent, ook in België, is hoe de media het narratief probeert te duwen van ja, maar het is zwart tegen wit. Maar dat is het niet. Hè. Eigenlijk is het iedereen tegen racisme. Maar dan moet het ook iedereen tegen de uitbuiting van kapitalisme zijn. Iedereen tegen alle negatieve gevolgen van klimaatopwarming en zo. Dus ze proberen een soort van fictieve polemiek te gaan creëren. Maar als je kijkt naar die protesten hier in België, ook hier in België, je zag heel veel witte mensen. Hè. Dat waren niet alleen maar zwarte mensen, maar het narratief dat gecreëerd was, oh, er waren weer rellen en er zijn ruiten ingegooid en het waren weer zwarte jongeren. Maar daarvoor was alles zeer sereen gebeurd en dat was een moment van verbondenheid. En met heel veel witte Vlamingen, witte Walen, die ook opkwamen voor dezelfde ideeën en die mensen wilden steunen. En dat wordt dan zo vergeten. En dat vind ik belangrijk dat we dat verhaal zoveel mogelijk benadrukken van we zitten hier samen in. Het gaat nu over decolonisatie. Hè. Iedereen die nu vandaag leeft, niemand was erbij. Hè. Niemand heeft toen mensen bewust in ketens gedaan. Dus wij zijn niet verantwoordelijk voor de fouten van onze voorouders, maar wij moeten wel beseffen dat wij nu wel leven in een wereld die gecreëerd is door die onrechten en die verschuivingen van macht die nu nog altijd in de wereld te zien zijn. En wij moeten daar ook samen aan werken om die weg te werken. Want ook al zie je het niet zelf, ben je er zelf niet slachtoffer van, heel veel mensen zijn er wel slachtoffer van. En als die dan niet gehoord worden, dan zit je met een groot probleem in de maatschappij. Want dan benadruk je eigenlijk dat die mensen tweede rangs of derde rangs burgers zijn. En dan moet je eigenlijk toegeven dat je waarden van gelijkheid eigenlijk op nergens slaan. Hè. Misschien om dat een beetje de omvang van het probleem van decolonisering, om dat een beetje te schetsen. We zijn nu in de sociale wetenschappen, zoals ook psychologie, pedagogiek, maar ook sociologie, politicologie enzovoort, economie, zijn we 200 jaar of zo bezig. Om dat min of meer een wetenschappelijk statuut te geven.
Bij de geneeskunde misschien een dubbel, 400 jaar, veel meer is dat niet. Maar als je nu kijkt, en dat zijn zeer respectabele tradities als je wil, maar als je nu kijkt naar ja, maar welk beeld komt daaruit, wat heeft men eigenlijk onderzocht? Bijvoorbeeld neem nu opvattingen in de psychologie. Ja, ik ben als prof hier aan de NIF, was ik de enige die één vak in de pedagogiek gaf waar die kinderen iets anders hoorden dan over de blanke maatstaf. Kunt u zich dat inbeelden? Ik heb dus antropologie, dat wil zeggen ook studie waar u nu de diversiteit van de mens, dus ook andere culturen als u wil, aan bod komt. Hè. Die hebben voor de rest van hun opleiding, dat zijn de specialisten nu vandaag, die in de gespecialiseerde diensten uw kinderen beoordelen en dus zeggen, die moet dat gaan studeren, die zou beter dat gaan studeren, enzovoort. Dat zijn degenen die zeggen, we moeten dat soort van examens inrichten in het onderwijs. Hè. Pedagogen, psychologen. Dat zijn degenen die zeggen, dit is de norm, dit is normaal, en dit is afwijkend, enzovoort. In het werk, arbeidspsychologie, enzovoort. Niet alleen de mensen hier, ik gooi geen steen aan deze universiteit, hè. Er is tenminste, men liet tenminste toe dat er één vak gegeven werd, stel je voor, één jaar, aan die honderden toekomstige pedagogen, die reële macht hebben. Hè. Die zeggen, ja, maar volgens de cijfers is uw kleine niet geschikt voor, enzovoort. Goed. In dat vakgebied van psychologie, pedagogiek, als u daar gaat kijken, komt niet van mij, dat komt van collega's, Amerikaanse collega's toevallig, toch ook, hè. Die dat zijn gaan onderzoeken, dan ziet u dat de meest zogenaamd wetenschappelijke tak van de psychologie, dat is degene waarin men experimenten kan doen, een beetje zoals de natuurwetenschappen, maar het is natuurlijk niet zo, want wij zijn geen atomen en moleculen, hè, wij zijn een beetje complexer dan dat zo. Maar goed, als u kijkt naar experimentele psychologie, daar gaan miljarden in om, testpsychologie, gaan IQ-tests enzovoort, daar gaan miljarden in om, dat is trouwens big business, zo'n soort dingen. Dus je kijkt naar de tijdschriften en boeken die daar verschijnen, en u gaat na, wat u eigenlijk zou moeten doen als u kritisch als wetenschapper met uw vak omgaat, dan ziet u dat de personen die gebruikt worden als proefpersonen, heet dat dan, hè, die dus onderzocht worden, hè, die subjecten zijn voor onderzoek, dat die voor 85%, 90% uit universiteiten komen, studenten, natuurlijk, dat is handig. Hè? U bent prof in de psychologie en u wilt een onderzoek doen over zoveel honderd mensen die daar of daarover dit of dat denken enzovoort. Ja, je hebt ze bij de hand, hè? Die studenten, honderden, duizenden. En u herhaalt het een aantal keer, dan kunt u daar statistisch mee omgaan. En dan lijkt dat dan, dus met cijfertjes, met nulletjes enzovoort, dat lijkt allemaal al heel serieus wetenschappelijk. Hè? Wel, 85% en meer daarvan is exclusief middenklasse blank. En dat is al meer dan 100 jaar zo. Want de anderen die gaan gewoon niet naar de lift, die geraken er niet. Behalve een heel klein percentage. Hè. Dat betekent dat u daar een heel klein segment, laat ons breed zijn en zeggen 20% van de westerse maatschappij, ik heb het over Europa en de Verenigde Staten, hè. Je kunt dat echt letterlijk zeggen, ik ben geen beschuldiging aan het uiteren, je kunt dat zelf nagaan. 20% staat dus voor, ja goed, dat zijn jonge mensen, jongens en meisjes enzovoort. We onderzoeken die en we nemen wat we bij de hand hebben. En wat is dat? Middenklasse, blank, allemaal. En die staan voor de mens. Ja, maar klopt dat wel? Dan zijn we hier goed bezig. En daar haalt men dus normen uit om dan te zeggen, kijk, nu moet iedereen, om mens te worden, om volwassen te worden, moet die dat en dat kennen en zo leren enzovoort. Hup, universele examens. Nu goedgekeurd door N-VA, hè, voor de toekomst van ons onderwijs. Bent u mee? Volgt u een beetje wat je... Dat is hallucinant. Hetzelfde voor economie, hetzelfde voor... De rest van de wereld buiten het Westen bestaat niet. Bestaat gewoon niet, hè. Komt niet in beeld, nergens. Maar zelfs binnen de eigen wereld, binnen die Amerikaanse wereld, neem nu bijvoorbeeld, Indianen, Chicanos, dus mensen van Mexicaanse, Caribische en blanke oorsprong dan, zwarten uiteraard, dat komt allemaal niet in beeld. Dat zijn niet de mensen waaruit men dan die statistische vergelijkingen haalt van zo en zo zijn de mensen enzovoort. En nu weten we, hè, u krijgt dat elke week, een of ander soort van sondering of een of ander soort van
zogenaamd opinieonderzoek enzovoort in uw kranten. Dat is dit soort van onderzoek, hè? Dat is dus niet neutraal, dat is wetenschappelijk, want er zijn, ik weet niet wat, een paar duizend mensen ondervraagd enzovoort enzovoort. Ja, maar kijk eens concreet, met wie, waar haalt men dat enzovoort. Dat is één. Stapje verder, vanuit welk mensbeeld vertrekt men? Wat gaat men precies vragen? Wat vindt men interessant en niet? Ah, ik weet dat, want ik heb een diploma van die universiteit, bijvoorbeeld psychologie of iets anders. Filosofie, hier filosofie. Geen woord, niemand heeft gedurende de voorbije 400-500 jaar lesgegeven over het denken, de mens- en maatschappijopvattingen enzovoort die in de rest van de wereld ontwikkeld zijn. Niemand. Zelfs niet in de schriftculturen zoals China of geen woord daarover. Bestaat allemaal niet. De Grieken zijn beginnen denken blijkbaar en nu denken we altijd in die lijn voort en voor de rest van de wereld wordt er niet gedacht. Dat is toch hallucinant. Bovendien als u weet dat ja, het is academisch, het is wetenschappelijk, het is alsof dat neutraal is. Dus decolonisering betekent, om dit maar even aan te duiden, dat het ons allemaal aangaat. En zeker als je in de toekomst dat soort bizarre visie niet wil voortzetten, natuurlijk, hè, maar op een ordentelijker manier met uw gegevens omgaat, en in dit geval ook met mensen omgaat, dat betekent dat we dus heel wat werk hebben om ja, daarom dus flink na te denken en zeggen, jammer, een minuutje, hoe zit dat eigenlijk allemaal? Ik bedoel, waar haalt men het om te zeggen dat bijvoorbeeld de spelletjes die wij allemaal leren, en die dus interessant zijn en hier en daar ook tot iets leiden, hier en daar, vaak ook tot monsters leiden. Niet alleen in de statistiek heb je dat, dus dingen die eigenlijk niet kunnen, maar die wel uit uw berekeningen volgen. Hè. Dat noemt men monsters, dat heet zo. En je moet die dan herkennen en dan schrappen. Ja, maar bedoel, dieper dan dat, als je leert logisch redeneren, streng logisch redeneren, waar iemand die mijn voorganger was, tot op zekere hoogte, niet van antropologie, maar goed, Vermeers, hè, die was daar zeer sterk in, was erin opgeleid, bij de Jesuiten natuurlijk. Hè. Als je streng logisch leert redeneren, dan bewijst je dat, ja, maar wie in de wereld en op welke relevante manier voor heel belangrijke problemen van leven, overleven, rechtvaardigheid, mens zijn enzovoort, kan alleen maar via dat smal straatje van logisch redeneren tot iets komen dat de moeite waard is. Ik weet het, dat is vloeken in de kerk, zoiets zeggen, maar dat is toch wel ongelooflijk fundamenteel. Zouden we niet moeten vergelijkend, medemenselijk, redelijk, als u wil, maar niet logisch streng redenerend, alsof het een oefening in theologie is, want daar komt het vandaan natuurlijk. Zouden we niet op zo'n andere manier met mensen moeten leren omgaan? Leren luisteren bijvoorbeeld ook. Kinderen opvoeden in het luisteren. En echt luisteren naar die en ander. Om te begrijpen van, heb ik nu wel goed door wat jij bedoelt en is er een voldoende ontmoetingsplaats of overlapping, zal ik maar zeggen, tussen wat jij schijnt aan te voelen en te bedoelen, wat ik aanvoel en bedoel. Hoe kan ik dat leren, zoiets? In plaats van te zeggen van, met uw vuist, hè, van uit A volgt B en dan C, en jij zegt dat het niet waar is, met jou praat ik niet meer. Jij zei onlogisch. Zegt wie? De theologen zeggen dat, en een heel kleine traditie, die door de theologen groot gemaakt is trouwens, van Griekse filosofen, zegt dat, niet allemaal. Hè? Er waren die anders redeneren, maar die zijn weggeduwd, dat waren de leugenaars. De sofisten, die ook allemaal wel eens van gehoord, dat zijn de leugenaars. Hè? Want die gingen voor oplossingen, leefbare oplossingen. Dat willen we niet, hè? We willen streng redeneren en je moet je daaraan onderschikken, want het is zo. Zegt wie eigenlijk, waar haalt je dat? En hoe moet heel de wereld dat doen? Want wij staan voor, wij kunnen denken en zij niet. Hè? Dat is decoloniseren, oké? Okay? Dat is dus nogal wat, hè? Hoe beginnen we eraan? En willen we er wel aan beginnen? Als u weet dat, dan sluit ik af weer voor dit punt, hè. Als u weet dat we nu met de hele Europese bevolking op ongeveer 4%, ongeveer 4% van de wereldbevolking vertegenwoordigen, met alle westerse landen samen, dus Noord-Amerika, Canada en Amerika erbij, en Australië enzovoort, als we dat allemaal in één pot steken, dan komen we aan iets van een goede 8% van de hele wereldbevolking.
Wat is dat, de 8% beste van de mensheid of zo? Of wat gaan we daarmee doen? Dat is het probleem van decolonisering volgens mij. Maar goed. Ja, ik zou daar even op willen verder gaan. Dat is ook een self-fulfilling prophecy dan uiteindelijk. Hè, want dat soort onderzoeken die focussen op voornamelijk witte onderzoekssubjecten, dat bestendigt weer de kunstmatige leidinggevende positie van witte mensen in de wereld. Want wat we nu ook vaak... Ik ben af en toe... lees ik zo bepaalde commentaren van mensen op allerlei filmpjes op internet en zo. Ik zou dat niet te veel aanraden, dat is niet goed voor je mentale gezondheid. Maar af en toe is het wel goed om te weten wat leeft er onder de mensen. Hè? Hoe reageren andere mensen buiten mijn bubbel hè, op dezelfde situaties? Zo kan je beter in dialoog gaan met andere mensen. En heel veel mensen reageren dan daar dan op als commentaar. Ja, maar het is logisch dat witte mensen een leidinggevende positie hebben in de wereld, want wij hebben zoveel dingen uitgevonden en wij hebben zoveel verwezenlijkt. Maar als je dan bewust aan universiteiten enkel maar witte literatuur leest of geschreven door witte onderzoekers, dan geef je ook de kans niet aan anderen om te tonen wat ze allemaal kunnen. Want er zijn heel veel verwezenlijkingen van niet-witte mensen die volledig doodgezwegen worden op die manieren. En dat wordt zo... De geschiedenis van de verwezenlijkingen van de mens worden op die manier eigenlijk kunstmatig wit gehouden. Waardoor het lijkt alsof dat witte mensen alleen maar bepaalde dingen uitvinden. Ik geef nu maar een voorbeeld. Bijna niemand weet dat de persoon die nummerherkenning op onze gsm als iemand belt en je kan het nummer zien, dat is uitgevonden geweest door een zwarte vrouw. De eerste open hart operatie, dat is uitgevoerd geweest door een zwarte man. Dat zijn allemaal dingen die niet worden aangeleerd, maar dat creëert een soort van kunstmatig beeld van zie je wel, wij zijn wel beter. Dus dan moet je ook niet klagen dat je niet op bepaalde posities geraakt, want de geschiedenis heeft bewezen dat jullie niet zo logisch kunnen denken als wij. En daar zijn ook heel veel van die denkers die je hebt opgenoemd, hè, mensen waar wij naar opkijken, van die bekende filosofen, die hadden zeer racistische theorieën. Zij hebben ook mensen onderverdeeld in kunstmatige groepen zoals ras, want dat is biologisch eigenlijk een onbestaand iets. Hè. Biologisch zijn wij allemaal gewoon variaties van één soort op deze planeet. Maar als je nu zou... Ja, als wij nu ons bewegen in de wereld, lijkt het alsof dat wij allemaal verschillende versies zijn. En dan schrijven wij allerlei intellectuele of emotionele eigenschappen toe aan mensen, puur en alleen door pigment in hun huid of hoe hun gezicht eruit ziet. Terwijl dat eigenlijk biologisch absurd is. Wij zijn allemaal eigenlijk het product van allerlei verschillende bevolkingsgroepen die altijd met elkaar hebben vermengd. Dus er bestaat ook niet zoiets als iemand die wit is of iemand die zwart is. Want we zijn allemaal het product van vermengingen van mensen voor ons die... Dit is een prachtig voorbeeld dat zeer recent trouwens uitgekomen is. Ik wist er zelf ook maar fracties van. Terwijl het een beetje mijn domein is. Misschien sommigen weten dat van... Ik heb gewerkt met Noord-Amerikaanse Indianen, onder andere. Nu is een prachtig film uitgekomen, Rumble heet dat. Gemaakt door Scorsese, samengesteld door Scorsese. Het is een documentaire film, dus zeer recent uitgekomen nu, 2 jaar geleden of zo. En dat gaat over het volgende. Het is een typisch voorbeeld van het bijna wit maken van iets wat absoluut, in dit geval gemengd is. Het gaat over het ontstaan, letterlijk ontstaan, van de popmuziek. En die film heeft met heel veel zoekwerk gevonden dat Noord-Amerikaanse Indianen, diverse groepen, waaronder een van de meest bekende recente, die u waarschijnlijk nog wel kent van naam, hè, is een Cherokee met de naam Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, Indianen, oei, wat krijgen we nu? Jimi Hendrix, een van de grote veranderaars van gitaarspelen, tout court, punt. Je kunt daar niet meer... Allee,
je kunt niet minder uitdrukken dan dat, in de hele popscène. Zonder meer. Dus, oh ja, maar dat is een individu. Nee, die film gaat erover van kijk, welke invloeden waren er allemaal en hoe hebben diverse Indiaanse muzikanten hun eigen ritmes, hun eigen tradities, die zeer verschillend waren en nog zijn, hè, samen met de tegelijkertijd verworpen zwarte mensen in de Verenigde Staten, even later, misschien 10 jaar later, hè, die ze zijn tegengekomen en beginnen samen musiceren enzovoort, en die dus het jazz-element natuurlijk hè, hebben ingebracht in onze muziek, hoe hebben die op 2-3 stappen die hele scène van wat wij tegenwoordig popmuziek noemen, dat is dus nogal wat, hè, compleet, maar dan ook compleet gefundeerd. Dat is een zeer, zeer, zeer revolutionaire film. Dat is een documentaire. En hoe komt het dat we gedurende 70 jaar, wanneer dat begonnen is, na de Tweede Wereldoorlog, dat we dat nooit iemand hebben horen zeggen? Nooit hebben over verhalen over gehoord, van kijk, daar is het gebeurd en die heeft die beïnvloed enzovoort. Het heeft 70 jaar geduurd, eer de Scorsese, toch een heel bekende Amerikaanse regisseur, zegt van ja, maar dat kan niet meer zijn. Kom, we zetten dat samen en dat is het bericht. Maar zelfs dan is dat dus geen revolutie blijkbaar hè, in die wereld. Terwijl mensen, allez, hoe is dat mogelijk? Dat u dus wat u vandaag beschouwt als typisch van ons, met een aantal zwarten die dat dan nu vandaag een beetje recupereren. Hè. Er zijn veel Amerikaanse zwarte popartiesten nu, van een aantal. Ja, maar nee, je moet echt naar de bron gaan en zien hoe het ontstaan is, hoe het dan gekaapt is, weggenomen is. Hoe bijvoorbeeld Elvis Presley, als een typische overgangsfiguur natuurlijk, die zwarte muziek een klein beetje wit gemaakt heeft. Dat is hallucinante geschiedenis. En we weten daar niets van, gedurende 70 jaar. Dat is een manier van wit maken. Hè. Dat is erom niet slecht bedoeld gebeurd, maar dat is wel gebeurd. Hè. En dat is een ja, corrumpering van de geesten. Kom, dat wil zeggen, we moeten niet samenleven met die anderen, want de enige genieën in de wereld, dat zijn wij. Zo. Ja, maar vanuit de muziekindustrie was het wel bewust gebeurd. Want dat was gewoon een nieuwe manier om geld te verdienen. Hè. Dus dan konden zij geld verdienen, dan hoefden ze de mensen die de muziek eigenlijk uitvonden niet te betalen. Hè. En om verder te gaan op die rock'n'roll, een van de eerste mensen die rock'n'roll heeft eigenlijk uitgevonden door op een elektrische gitaar te spelen. Wij iedereen denkt dat is mensen zoals Elvis Presley. Verlichte geesten zouden dan nog Chuck Berry durven noemen, maar eigenlijk is het een Afro-Amerikaanse vrouw, die heette Rosetta Sharpe. En die was een van de eerste die met een elektrische gitaar die bluesritmes begon te spelen, andere ritmes begon te spelen. En zij was eigenlijk, wordt eigenlijk gezien als een beetje de pionier van moderne rock and roll. Om daar verder te gaan, hoe dat ze dus eigenlijk bewust zwarte artiesten kaapten. Dat was dus ook, hoe noemden ze dat nu weer? Ze noemen dat race records. Dus als een zwarte persoon, dat was in de jaren 40, 50 zo, dat de, als zwarte personen een plaat maakten, dan noemden ze dat race records. En dat was gezien als niet geschikt voor wit publiek. Dus dan waren er dan witte artiesten, waarin dat ze dan dat nummer, zonder rekening te houden met de rechten van de auteurs, gewoon gaven, jullie spelen dat, en dan verdienden zij daar geld mee. Zij hadden dan de connecties om dan die plaat uit te brengen, aan de radio's te verkopen. En zo zijn er heel veel witte artiesten, zoals Elvis Presley. Heel veel van zijn nummers zijn absoluut niet origineel. De originele versies waren eigenlijk door zwarte artiesten gemaakt. Maar hij is degene die er rijk is van geworden. Omdat die industrie zodanig in elkaar zat. Dus dat is eigenlijk bewust geweest en eigenlijk een beetje met kwaad opzet. Maar dat geeft tegelijkertijd, positief denken, allee, dat is toch mijn drive, hè. Dat geeft tegelijkertijd natuurlijk een ongelooflijk veld dat er ligt. Ik bedoel, die verschillende mensvisies in de wetenschappen, de psychologie, noem maar op. Maar dus ook in de cultuurwereld, de manier om, dat is jouw branche, hè, manier om gedichten te maken, hoe die verschillend is, hoe je op verschillende manier met woorden, met verwoording van sferen enzovoort kunt omgaan. Dat is hallucinant als menselijke mogelijkheden. Zo. Waarom nu
decolonisering. Waarom nu daar niet beginnen uit putten en zeggen, oké, de volgende generatie, eindelijk gaan we nu opvoeden met dat hele palet van allemaal mensen in de nodige diversiteit. Ja, maar allemaal mensen. Geef ruimte aan al die verschillende van ideeën en smaken enzovoort. En probeer dan, en de methodes daarvoor bestaan, hè, vergelijkend onderzoek, vergelijkend, niet statistisch enzovoort, maar vergelijkend onderzoek. Probeer dan inderdaad te leren luisteren en begrijpen en interageren, communiceren, zodat je gemeenschappelijke doelen kunt beginnen, gemeenschappelijke smaken enzovoort, kunt beginnen vinden. Eerder dan de houding van het verleden, waar die nu stuk loopt. Er is maar één echte hoogcultuur, zal ik nu maar zeggen. Er is maar één traditie waarin men denkt, waarin men, ik weet niet wat allemaal, en al die anderen niet. Dus die moeten dan bijgeschoold worden, ontwikkeld worden, uit de wikkels gehaald worden. Nee? Ontwikkeld, uit de wikkels halen betekent dat. Zodat die even goed worden als wij, als ze braaf zijn. Misschien binnen, weet ik niet hoeveel generaties. Dat is machtspolitiek. Dat heeft nog met wetenschap, nog met cultuur iets te maken. Laat staan met een vorm van humanisme. Hè? Dat is puur platte machtspolitiek, waarschijnlijk omwille van het geld of de controle of ik weet niet wat de mensen die dat doen drijft. Maar in alle geval, we zitten daar tot over onze oren in en we stikken erin. Dus het is een moment om dat veld eindelijk open te gooien en te beginnen verkennen van, oké, hoe kunnen we leren begrijpen, samen leren dingen doen enzovoort, eerder dan te blijven verdeel- en heerspolitiek ondergaan, zoals we dat al generaties lang doen. Ja, dat kunnen we misschien eens de titel van uw boek bespreken. Hè? Het was een beetje controversieel, heb ik gehoord. Kuifje wordt volwassen. Kuifje is ook zo een van die figuren uit onze collectief geheugen, dat toch hier en daar toch een beetje foute uitspraken heeft gedaan, hè, in het verleden. Ik vond uw titel heel goed gekozen, want ik ben eigenlijk fan van Kuifje. Ik heb dat heel vaak gelezen. En ook van Suske en Wiske bijvoorbeeld, en Jommeke, enfin, Jommeke minder. Maar de volledige stripgeschiedenis, zeker in België, heeft de representatie van zwarte mensen of andere bevolkingsgroepen toch heel vaak zeer karikaturaal en op een hele negatieve manier, stereotype manier voorgesteld. En ze konden allemaal precies niet zo goed Nederlands. Hè? Ze waren allemaal niet zo slim als de protagonisten van het stripverhaal. Dus vertel eens wat dat jouw oplossing dus is voor die stripverhalen. Moeten die dan nu verdwijnen? Wat stel jij voor? Ja. Wel, waar u ook komt in de wereld, dan zult u daar in de vlieghavens bijvoorbeeld stripverhalen van Kuifje vinden. Hè? In alle mogelijke talen, dat is echt een imperium. Er zijn er natuurlijk nog, maar Kuifje is alleen voor mij, omdat dat nu een toevallig een Belgisch product is, zal ik maar zeggen. Een heel interessant icoon in dat verband. Zo. Nu, als u Kuifje bekijkt, als je Hergé bekijkt, kun je er allerlei dingen over zeggen. Dat hij dus aan de verkeerde kant gestaan heeft en zo, toen de Duitsers hier even passeerden en zo. Dus, maar dat kun je nu aan Kuifje zelf niet echt verwijten. Enfin, het zit er wel een stukje in natuurlijk, vooral wanneer er politieke uitspraken zijn bij Kuifje in Rusland en zo. Maar die figuur van Kuifje dus is absoluut wereldberoemd. Dat is een icoon dat gedeeld wordt over de hele wereld. Je kunt dat letterlijk in alle talen vinden. En het is beeldverhaal, het is stripverhaal. Dus kinderen kunnen het als eerste opstap gebruiken om over de wereld te leren. Hè? Toch? Stripverhalen. Veel meer nog in onze beeldcultuur dan romans, zal ik maar zeggen. Waarmee ik niks tegen romans heb. Integendeel, maar ik wil feitelijk constateren dat stripverhalen, we zitten dan onze eigen kinderen, hè? Dat een belangrijke rol vervult van, laat ons zeggen, vanaf 3-4 jaar tot zeker adolescentie bijna. Hè? Dus dat is belangrijk qua beeldvorming. Nu, dat figuur van Kuifje is interessant in dat verband, want dat is natuurlijk een jong, krachtig, slim mannetje dat natuurlijk blank is. Nu, tot daar, dat kan zijn, dat is dus op zichzelf niet zo erg. Maar waar die ook komt, en hij gaat dus ook in de hele wereld, hij gaat ook naar de maan, maar hij gaat ook in de hele wereld, en hij komt daar dus bij verschillende culturen, heel duidelijk.
kuifje bij de Picaro's en kuifje bij in Afrika natuurlijk enzovoort. Dat komt echt bij verschillende culturen, in Tibet. En die andere culturen, typisch Hergé, de tekenaar, hè, die worden dus schetsmatig natuurlijk, maar die worden echt als een andere cultuur afgebeeld. Je kunt heel duidelijk een Tibetaan, een Chinees herkennen, heel duidelijk een zwart Afrikaan herkennen, en zo, stereotyp, maar duidelijk verschillend van kuifje zelf. Nu, waar die ook gaat, kuifje, ten eerste blijft dat ongelooflijk jouw morele voorbeeld, die doet eigenlijk nooit iets fout. Hij heeft naast zich een kapitein die voortdurend aan de boemel is, voortdurend zat is, maar kuifje zelf niet, hè. Die is straight, correct, altijd. Heeft ook de beste oplossingen, is het slimst, lost alle problemen op, noem maar op. Overal waar hij gaat, in al die andere culturen, vindt hij niet anders dan domme mensen, vuile mensen, bedriegers van mensen. Die zijn allemaal fout. Maar allemaal, hè. Soms is dat politiek fout, zoals een kuifje in Rusland. Soms is dat gewoon, ja, de zon schijnt te hard zeker, weet ik het. In alle geval, het zijn dommeriken, die kunnen niet goed praten, die doen kinderachtige dingen, zo'n soort dingen. Maar allemaal, de hele wereld rond. Het is alleen maar het blanke, voorbeeldige, moreel hoogstaande mannetje dat altijd gelijk heeft. Daarom zeg ik als titel van Kuifje wordt volwassen, van kom jongens, men heeft ons dat ingelepeld, al of niet met slechte bedoelingen, dat weet ik niet, maar dat is in elk geval een enorm etnocentrisch figuurtje, bedoeld voor kinderen om te beginnen, van hier, van jullie zijn de enige goeien, hè? Vertrouw de rest van de wereld niet, dat is toch niet de moeite. En als je het toch doet, dan raak je in slechte papier, dan gaan ze je gevangen nemen, gaan ze, ik weet niet om. Het is onbetrouwbaar, die zijn lui, die zijn... Dat beeld van de wereld. Daarom, Kuifje wordt volwassen van... Laat ons nu toch eindelijk eens een beetje bewust worden wat we hier aan het doen zijn. We zijn generatie na generatie eigenlijk dat beeld aan het oplepelen. En Kuifje wint altijd, hè. Je moet dat niet onderschatten qua imprint. Allee, dat is nogal wat zo. Moest hij nu om de paar verhalen eens compleet onderuit gaan en dan... Ja, tot daar dan nog. Maar zelfs dat niet, hè. Hij wint altijd, heeft het altijd en als enige eventueel bij het goede eind zo. En is moreel hoogstaand enzovoort enzovoort. Dus daarom dat icoon, iedereen kent dat, iedereen zegt van ja, natuurlijk Kuifje, hè, dat is toch... Ja, maar mensen, kijk eens wat men ons voorgehouden heeft. En dat dan iemand die natuurlijk, ja, aan de, hoe moet ik dat zeggen, hyperblanke, raszuivere enzovoort, nazi-kant stond... In zijn, van, niet alleen in zijn jeugd, maar tot een stuk in zijn volwassenheid, de tekenaar Hergé, dat hij natuurlijk zo'n figuur voortbrengt en dat dat blijkbaar aanslaat, daar moeten we over nadenken. Sorry, dat is niet gezond. Nu, we moeten daarmee aanvangen. Wel, je kunt om te beginnen natuurlijk al tegenverhalen maken. Je kunt daar grappen rond maken. Dat bestaat gedeeltelijk. Er zijn een paar, ik heb zo'n paar albums die dus... onder een toog, zal ik nu maar zeggen, hè, gemaakt zijn en uitgegeven zijn, waar dus Kuifje allerlei foute dingen doet. Bijvoorbeeld dat hij seks verslaafd of zoiets. Dat is nog, want Kuifje heeft geen seks, hè, staat daarboven ook. Hè. Dat is geen lichaam, hè, dat is een reine en zuivere geest zo. Moreel hoogstaand en noem maar op. Of Kuifje zit aan een drank, is echt verslaafd aan een drank, dat is ook zo'n verhaaltje. En dan krijg je dus met dezelfde soort van tekeningsjes natuurlijk, om het heel herkenbaar te maken, doet mijn Kuifje heel andere dingen doen zo. Dat is geestig, dat is plezant. Je moet natuurlijk Kuifje al kennen om daar echt te kunnen instappen. Of je kunt hem inderdaad eventueel gebruiken naast andere figuren die veel breder gaan. Hè. Je moet hem in discussie brengen met andere mensen, hè. Maar echt in discussie, op gelijke basis, dat soort van dingen. Je kunt daar wel mee aan de slag denken als je Kuifje wil behouden. Maar die houding vooral, dat exclusieve, dat superieure, dat is echt blanke superioriteit als je dat goed bekijkt. Daar moeten we ons van bewust worden. Dit is vernederend, het is echt vernederend. Zonder dat we het beseffen. Wat is er nu verkeerd aan zo'n ventje die alle problemen oplost? Allee. Jij bent ook geschokt om dat Kuifje problematiseer. Nee. Ah, dacht dat je hand op zet. Sorry. Maar het gaat natuurlijk niet over Kuifje. Hè. Kuifje is dat zinnebeeld van hoe wij ons voorstellen aan de wereld. En met succes, want het is een multinational, dus dat is toch wel opmerkelijk.
Om verder te gaan in die geest, is het misschien een oplossing om dan die strips, ja, om daar dan misschien een genuanceerd voorwoord aan toe te voegen? Want ik kan dat moeilijk allemaal bannen, hè, nu. Want we zitten nu, er wordt nu van alles geband, maar dit, ik zie dat niet direct gebeuren, zo'n stripverhalen, dat dat, ja. Want het is eigenlijk bedoeld voor kinderen. Kinderen gaan dat voorwoord dan ook waarschijnlijk niet echt lezen. Hè. Dat is, is een hertekening misschien? De offensieve figuren misschien opnieuw tekenen en nieuwe uitgaves maken? Is dat misschien een oplossing? Ja, ik denk dat je dat met een aantal van dat soort iconische figuren kunt doen. Hè. Je kunt bijvoorbeeld, als je van nu heel ver daar vandaan, en eigenlijk toch niet, Manneke Pis. Manneke Pis is een alchemistisch symbool. Men heeft een tijdje, een paar generaties, geloofd dat urine van jonge mannetjes, en sommigen dachten ook jonge vrouwtjes, maar eigenlijk vooral jonge mannetjes, dat dat effectief een soort van levenselixier was. Als alchemistisch symbool. Alchemie van toen, hè, waar men dus dacht ook van als we maar goed studeren, dan kunnen we uit lood echt goud maken enzovoort. Dat is een soort déroute van de alchemie geweest op een bepaald ogenblik, maar goed. Als je nu Manneke Pis ziet, dan kun je daar dus moralistisch over doen, van oei, een bloot piemeltje op straat enzovoort, dat kan toch niet. Of je kunt dat grappig vinden, of ik weet niet wat, wel, je kunt daar van alles mee doen. Je kunt dat ventje iets anders maken. Zo. Hetzelfde vind ik persoonlijk, kun je met Zwarte Piet doen. En ik zou dus ook, je kunt Zwarte Piet alle mogelijke kleuren geven, hè? En Sinterklaas ook enzovoort, dat dat geen punt meer is. Of je kunt daar heel ernstig op doorgaan en zeggen, ja maar, dit was een Moor. En Sinterklaas was trouwens een Turk. Hè? Ja, historisch was ook dat zo. Niet echt weten. Dus als je zo begint, ja, maar dat is een beetje droog allemaal. Je kunt daar ook mee spelen en die bijvoorbeeld allebei in allerlei kleuren, in allerlei situaties brengen. Ik zou dat, als je met Kuifje wil werken, zou ik dat daar ook mee doen. Je gaat wel een beetje last krijgen, eerst van de firma natuurlijk. Je kunt dat denken, dat is echt een multinational. Maar ja, het is de moeite waard, hè, in termen van vrije meningsuiting, om daar eens rond te gaan spelen. Zo. Ja, ik wil nu terugkeren naar vandaag. Hè. Dus nu, die kolonisatie is echt wel een hot topic eigenlijk. Het gaat over decolonisatie in het onderwijs. Hè. We zijn aan het discussiëren over eindtermen, of dat dan moet opgenomen worden in de eindtermen. Er zijn nu heel wat omstreden standbeelden die uit het straatbeeld al verdwenen zijn of op het punt staan om te verdwijnen. Daar is ook een hele grote tegenreactie tegen natuurlijk. Hè. Omdat heel veel mensen zeggen van ja, maar dat is deel van onze geschiedenis. Maar mijn antwoord is dan, dat is maar een klein stukje van de geschiedenis. Hoe kan je zoveel standbeelden hebben van Leopold, maar heel weinig, ik denk dat er maar één ergens een standbeeld is van Patrice Lumumba. Je kan het verhaal van Congo niet vertellen aan de hand van maar één iemand, dat is zo breed. En als je dan toch zo trots bent en je geschiedenis wil herkennen en erkennen, dan moet je die in alle aspecten ook gaan tonen. Want nu is het een soort van verheerlijking van maar één aspect, dat weer de rol van de witte persoon als in de leidinggevende positie. Maar dan verzwijg je eigenlijk de trauma's die daarachter steken en de vernedering, zoals dat jij in je boek vertelt, van de mensen die uitgebuit geweest zijn in Congo, maar ook in Burundi en Rwanda uiteindelijk. De buste van Leopold II is hier weggehaald geweest op 30 juni. Maar die verdwijnt naar het stam. Dus dat is ook niet zo dat dat zomaar op een hoopje wordt gegooid. Nee, er wordt ook echt gezorgd, want dat is wel deel van de collectieve geschiedenis van België, maar ook van de wereld, van Afrika. Dat is ook een deel van onze Afrikaanse geschiedenis. Dus dat beeld zal gerestaureerd worden en dat zal tentoongesteld kunnen worden. Dus het verdwijnt uit het straatbeeld, maar het verdwijnt niet uit het beeld van de mensen. Iedereen zal dat nog kunnen bezoeken en daar zullen genuanceerde rondleidingen rondgegeven worden. Is dat voor u een goede oplossing?
Wel, ik denk dat men een paar van die beelden wel inderdaad best kan bewaren op een of andere manier, met de nodige uitleg. Maar Leopold II is niet alleen dat van die koloniale koning, zal ik nu maar zeggen. De meeste van die beelden, zeker de grote, hè, zijn echt ook militaristisch. Hè. Je heeft dan de generaal op zijn paard. Hè, en dan iedereen moet naar boven kijken, dit soort van dingen. Dus er valt wel iets meer over te zeggen. Als representant van, ja, van u en ik dan, is dat zo'n figuur die als een veldmaarschalk daar op een hoog paard zit, waar wij gewoon volk allemaal moeten naar opkijken en die dan bovendien superblank is, want er valt heel wat over te zeggen. Zo. Dus als je een paar van die beelden behoudt, is dat goed, denk ik, om te weten hoe men in de geschiedenis met dat zelfbeeld omgegaan is en hoe men dus toch wel een aantal generaties heeft geprobeerd daarin op te kweken, van zo zijn wij en die anderen, die zwarten, bijvoorbeeld in het Blankenbergenbeeld is dat heel typisch, hè, waar er eens een hand van afgekapt is, denk ik, is in dat geval. Hè. Daar heb je dus van onder aan het beeld, dus ook een zeer groot beeld, heb je van onder die naakte, zwarte mensen, onder andere natuurlijk een zwarte vrouw, hè, die echt naar boven reikt, zo. Ziet u, de primitief die zichzelf zelfs niet kan kleden, die naar boven reikt naar de grote cultuur. In plaats van te zeggen, ja maar, dit was een militaire en economische onderdrukking. Nee, hè, dit is die arme mensen die zelfs geen kleren in hun lijf hebben, hè, zo arm zijn ze. En die reiken naar boven, want daar is het ideaal waar we naartoe moeten. Zo. Dus het is meer dan alleen maar, denk ik, zwart-wit. Is dat die hele sfeer waarin men dat geperst heeft dan, die je moet problematiseren. Dus met dat gewoon weg te doen, is het effectief weg. En binnen 20, 30 jaar hebt u een generatie die daar totaal niks meer van weet. Hè. Dat is niet gebeurd, dat is niet goed. Inderdaad. Je moet dat meenemen en dat een plaats geven. Van kijk eens hoe men kan ontsporen, zoiets. Eerder dan, we doen het weg en dan bestaat het niet meer. Ik denk dat dat geen goede oplossing is. Maar er zijn er veel te veel natuurlijk, dat is iets anders. We staan er overal en al die straatnamen, dus het kan wel een beetje minder, dat is zeker. En je kunt die beelden dus hersmelten, hè. Je kunt daar iets anders van maken, natuurlijk. Veel manneke pis bijvoorbeeld. Hè. Ja. Maar die beelden zijn natuurlijk, het weghalen van die beelden is een symbolische handeling natuurlijk, hè. En we moeten eigenlijk oppassen dat het niet daarbij blijft. Want heel veel mensen denken dan, oké, het beeld is weg. Als het beeld jullie zo stoort, het is weg. Maar het beeld is eigenlijk symbool voor structurele problemen en structurele ongelijkheden in onze maatschappij. Dus het weghalen van die beelden, dat is maar een eerste stap om de maatschappij en ons denken te gaan decoloniseren uiteindelijk. Hè. Maar daar kom jij dan weer in, hè? Volgens mij. Ik bedoel, ik heb inderdaad in het boek een klein stukje, niet over Linda hoor, maar ik heb een klein stukje over Noord-Amerikaanse, Indiaanse dichters van vandaag. En hoe je in zo'n taal, dat is een totaal andere taal, op een heel andere manier met, ja, moet je dat zeggen, een uitdrukking van een sfeer, van een situatie, tot en met het spelen met woorden, met ook politieke bijklank enzovoort, bedoel, men kan daar zeer ver in gaan, hè, poëzie maakt. Nu dat zien en beseffen, zoals bij een haiku nu bijvoorbeeld, iets wat wel een klein beetje bekend is hier bij ons, hè, van tja, hier gaat men om met het creëren van schoonheid op een totaal met een ander palet dan wij nog maar in heel onze geschiedenis, dan literaire geschiedenis, gewoon zijn. Dat is interessant. De mensheid is veel rijker dan alleen maar dat kanon waar men nu ook over bezig is, hè, in onze het literaire kanon dan. En dan kom jij erin, want jij bent met zo'n dingen bezig. Dus. Ja. De laatste tijd is er een... Ja, heel veel mensen denken dat het een nieuwe stroming is of een nieuwe manier van poëzie voordragen. En ik ben heel blij dat je in je boek ook vertelt dat het de wereld van het voordragen, het podiumdichtkunst... wat ik dan doe, is dan spoken word en soms ook slampoëzie. Slampoëzie heeft dan ook een maatschappijkritisch element. To slam in het Engels wil eigenlijk zeggen terechtwijzen, op zijn plaats zetten. Waarbij eigenlijk allerlei zaken die fout lopen in de maatschappij of fout lopen in je leven, op een... op een vrij onderhoudende manier, via rijmen, via klanken, ook soms met zingen, probeert duidelijk te maken. En
wat er inderdaad belangrijk is, is de sfeer. Daarom gebruik ik heel veel metaforen. Omdat het vaak is het contraproductief om constant met de vinger te wijzen van jullie doen dit verkeerd, jij doet dit verkeerd. Wij zijn allemaal zo. Hè. Als iemand ons direct begint aan te vallen, onze normale reactie is defensief worden. En vaak gaan we ook niet meer luisteren naar de kritieken die aan ons adres worden geleverd. Dus als je wil dat mensen ontvankelijker zijn voor je boodschap, moet je het op een andere manier gaan aanpakken. Dan moet je werken aan de vorm, aan de stijl, je stem op andere manieren gebruiken. En niet alleen focussen op de tekst, op het woord, maar ook... ik haal bijvoorbeeld ook inspiratie uit de schilderkunst. Of uit de muziek, uit de mythologie. Want wat wij eigenlijk doen is storytelling. Hè? Dat is ook heel belangrijk in heel veel native culturen. Want ook in Afrika, net als in het oude Griekenland bijvoorbeeld, werd geschiedenis op een mondelinge manier voortgedragen, hè? De epische gedichten. In de middeleeuwen had je ook de rondtrekkende dichters, de minstrelen, die vertelden nieuwtjes, hè, verspreidden nieuwtjes doorheen het hele land, want toen waren er nog geen kranten en zo. Als mens hebben wij eigenlijk al honderdduizenden jaren tradities van mondeling informatie door te geven over onze voorouders, over elkaar, over onze cultuur, over onze muziek. En eigenlijk keren wij nu gewoon terug naar die oorspronkelijke vorm van poëzie brengen, waarbij dat eigenlijk zonder tekst meer focust op hoe je het brengt en de sfeer die je creëert bij de mensen. En in je boek had je het dus, heb je vermeld dat dat vaak ook bij de... Ik weet niet, was dat bij de Navajo-Indianen? Dat die functie van dichters, dat dat vaak ook de mensen waren die een helende functie hadden, dus de genezers in de stammen. En dat het eigenlijk geen toeval is, omdat wij eigenlijk via woorden de werkelijkheid, de mensen dwingen om de werkelijkheid vanuit een ander perspectief te zien. En op die manier kan je eigenlijk zelf meedenken om zelf tot een oplossing te komen of tot een andere oplossing. Waardoor dat je niet meer zo die confrontatie hebt tussen voor en tegen, maar dat je eigenlijk tot een soort van midden of grijs probeert, van daaruit probeert te redeneren. En dat je eigenlijk ziet van oei, er zijn misschien meerdere waarheden mogelijk en niet alleen mijn visie is de waarheid. Ik denk dat we met schilderkunst zie je dat, ja, dat is nu een zeer groot thema hoor, maar met literatuur voor mensmaak zie je dat ook. We zijn zo de voorbije 100, 150 jaar in een heel academische interpretatie gekomen daarvan. En dat loopt zichzelf een beetje stuk. Bij schilderkunst is het echt duidelijk, denk ik. Dus na de abstracten, na de Tweede Wereldoorlog grotendeels, was het zo van, ja, wat gaan we nu nog doen? En dan zie je mensen terug figuratief beginnen. Maar niet alleen dat, dan zie je ze ook andere dingen beginnen. Dus men gaat buiten de kaders dan, buiten letterlijk de kaders van schilderij, men gaat allerlei objecten en meer zelfs performances doen als kunstenaar. En met literatuur heb ik hetzelfde gevoel, van je hebt zo'n academische richting gehad de voorbije misschien 100 jaar en men is zich nu aan het ontworstelen daaraan en dan wordt het terug breder. En performance in de zin van niet alleen tekst, laat staan hele correcte of ingewikkelde tekst, hè, nouveau roman en zo van die dingen, waar je echt je verstand moet bijhouden, zou ik maar zeggen. Dat is oké, maar dat is te smal. Dat mag hoor, dat mag allemaal, maar dat is echt een heel smal richeltje en zeggen van dit is het, dat is hoogcultuur en al de rest is flauwekul. Nee, want je hebt daar niks aan. Dat is geen leven. Dat is echt academisch, dat is houterig, dat is een beetje dood zo. Hoe knap het ook in elkaar steekt, ik kan daar niet mee leven. En dan zie je opnieuw verhalenvertellers toch massaal aanwezig in onze wereld. Neem nu Tom Lanois. Dat is geen academie, die heeft de universiteit gedaan, zoals u misschien weet. Maar die stapt daar dus vanaf natuurlijk. Hè. Die zegt, ja, maar ik heb het over het leven, over mijn leven, dat van anderen ik probeer te begrijpen. En dus moet ik verhalen vertellen. En in zijn geval nog altijd in boek, dat is geen probleem, maar wel zeer breed. Waardoor sommigen zullen zeggen, van, is dit eigenlijk wel echt? Moet dat behoren tot het kanon enzovoort?
Ja, natuurlijk. En slam poetry ook. Maar daar zijn we nog niet, hè. Zoals u waarschijnlijk weet, zover zijn. Maar dat moet natuurlijk, want die vernauwing, dat is verstikkend. We moeten daar terug uit. En met de decolonisering, ja, dat is schitterend, hè. Het zijn twee vliegen in één klap. We kunnen, dat is een heel terrein dat plots open ligt, zo, waarin van alles mogelijk is. Als men wil. Of men dat wil, langs de kant van de macht, daar twijfel ik aan. Alleen voorlopig zit het er hier in Vlaanderen al sinds. Niet uit alsof men in die richting wil gaan, in tegendeel. Maar ja, misschien binnen 5 jaar wel, hè. Want dit is echt... Allee, als u weet, dat is nu misschien, het zal misschien overkomen als een beetje van de haak op de tak springen, maar in mijn geest is dat niet zo. Als u weet dat in onze steden, overal, tussen de 20, Gent, dat is een van de beste cijfers dan voor de steden, en de 25 of meer procent van de kinderen van 17, 18 jaar, en dat gaat tot 21, hè, de school verlaten zonder enig diploma, hallo? Dan heeft u toch een probleem, hè, of niet? Ik bedoel, met uw kaderen, wat zijn er nu aan het doen? Over wie heb je het dan nog? En de reactie is dan van, ja, maar dat is hun schuld, ze hebben de kans gehad. Dat is een beetje smal, hè, hoe kan dat nu toevallig? Dat het altijd in dezelfde wijken enzovoort. Allee, ligt het dan, pedagogie betekent toch opvoeden. Dus er is daar toch iets dat mankeert. Als u een drop-out hebt voor een van mijn dada's, wiskundeonderwijs, dat zal u misschien verbazen, maar goed. En cultuur, als u daar een drop-out hebt die nog hoger ligt, kunt u zeggen, ja, maar ze kunnen het niet. Ja, dat is merkwaardig, want in sommige streken van de wereld zijn er bijvoorbeeld Indiaanse groepen die toevallig door de taal die ze hebben daar geweldig in presteren. En daarnaast heeft u Indiaanse groepen die daar geweldige drop-out hebben. Andere Indiaanse groepen. Dat is toch een schitterende uitdaging voor een pedagoog, denk ik dan. Van hoe formuleer ik, hoe ontwikkel ik mijn pedagogiek zo dat die twee groepen alle twee evenveel kansen hebben. Ja, maar nee, dat is te ingewikkeld, daar gaan we niet aan doen. Daar moeten we te veel veranderen. We beslissen dat die het niet kunnen. Hè? Is dat pedagogiek? Dat is platte machtspolitiek, zoiets. Toch. Dat is toch niet tegemoetkomen aan de belofte dat je mensen ging opvoeden, enzovoort. Dus ik bedoel, in zo'n context blijven vasthouden aan die vernauwing. Laat staan aan nog een ergere vernauwing, een nieuw kanon, enzovoort. Stop daarmee. Gooi dat nu eens open. Maar ik weet het, dat is niet gemakkelijk. Ik bedoel, dat is een beetje billenbloot zeker. Ik weet niet wat voor effect dat heeft. In elk geval, men wil daar niet aan. Men wil deftig blijven zo. Enfin, heb ik de indruk. Maar ik begrijp dat niet. Als antropoloog begrijp ik dat niet. Je zit met een mensheid, die is bont, die is divers. Maar dat is een enorme rijkdom. Waarom blijf je altijd op dat klein tunneltje kijken? Wat heb je daaraan? Ja, maar wij kijken allemaal door hetzelfde tunneltje. Ja, met een paar, hè. En dan? Wat is daar nu zo geweldig aan? Enfin, blijf daar verwonderd. Ik vind het exotisch. Echt, dat vind ik exotisch. Zo'n houding van wij, de goeien en de rest, heeft het niet door. Het. Heel eigenaardig. Maar dat is blijkbaar aantrekkelijk voor degenen die ja, denken dat ze aan de macht zijn of zoiets. En die dus die standbeelden oprichten. Hè, om te zeggen, en zo moet het en niet anders. En, goh ja. Ik kan u een klein beetje hoop geven, Rick. Want sinds vorig jaar worden er ook slamdichters en podiumdichters krijgen de kans om opgenomen te worden op de auteurslijst van Literatuurfonds Vlaanderen, het vroegere Vlaams Fonds der Letteren. Dus er zijn wel veranderingen bezig. Zo ben ik vorig jaar ook, begin dit jaar ook opgenomen op die lijst en kan ik meer lezingen geven. Maar ik gaf ook al workshops in scholen via VZW Urban Woorden. Dus heel veel scholen proberen ook op een alternatieve manier met taal bezig te zijn. Dus dat is dan in het kader van Nederlands of Frans of Engels. Dan nodigen ze een podiumdichter uit om een lezing te geven en met de kinderen aan de slag te gaan over poëzie. En dan mogen ze zelf ook aan de slag gaan. En je ziet dan ook dat kinderen die bijvoorbeeld die eigenlijk niet altijd geïnteresseerd zijn in de lessen taal, dat die dan wel openbloeien of dat die verborgen talenten blijken te hebben. En dan kan je als leerkracht dan op die manier wel op een andere manier met hen aan de slag. Want je ziet dat die dan eigenlijk ook andere dingen kunnen. En dan kan je misschien via hun interesses of via hun vaardigheden je leerplan misschien een beetje bijsturen. Dus er worden kleine stapjes wel gezet. Fantastisch, hè?
Zijn er vragen? Je kunt toch niet allemaal de waarheid verteld hebben hier? Of? Via Facebook zijn er geen brieven gekomen. Mm-hmm. Dan zijn we zeer overtuigend geweest, hè, waarschijnlijk. Maar poëzie en wetenschap is natuurlijk maar één, zijn twee domeinen. Want je pleit ook voor een soort van een algemene frontvorming, hè, van allerlei mensen van verschillende domeinen, voor een linkse, meer een linkse beweging of progressieve beweging om een beetje de verrechtsing tegen te gaan. Want dat is nu toch wel, ik denk dat we dat toch wel mogen zeggen, hè, dat er een normalisering aan de hand is van rechts. Bart de Wever spreekt over Vlaams Belang ook heel weinig nog over een extreemrechtspartij, maar over een rechtse partij. Dat is toch een belangrijk verschil. Dus er is echt wel een normalisering aan de gang. Mark van Ranst bijvoorbeeld, die heeft enkele dagen geleden een tweet verstuurd waarbij hij een foto toonde van de 11 juli-viering van in Kortrijk. Wat? Ja, dus ik heb dat toen ook tegen u verteld, hè. Vorige week, dat je kon zien, er waren een beperkt aantal genodigden natuurlijk door corona, maar dan zag je de burgemeester van Kortrijk en twee stoelen verder Dries van Langenhoven zitten. En dan is de vraag van oei, maar wat doet hij daar eigenlijk? En waarom is dat zo normaal dat hij daar kan zitten? Het is toch een beetje, ik vind het een beetje beangstigend. Nee, ik denk dat een beetje, moet ik dat zeggen? Men dacht gedurende zeker een tijd, de laatste 20 jaar misschien of 30 jaar, dat links-rechts tegenstelling dat voorbij was. Hè? Omdat links betekende van we redeneren vanuit de kansen die mensen hebben om een min of meer goed leven te hebben. Dus sociaal-economische visie op de realiteit. En rechts betekende zoiets als een bovencultuur met de juiste religie erbij enzovoort, die u ja, als mens zou verheffen of ik weet niet wat. Maar ondertussen natuurlijk privébezit voor de dingen waar het echt over gaat. Hè? Want de multinationals zijn geen linkse jongens. Hè? Allee, dat weet iedereen wel, neem ik aan. Nu, dat was als het ware een beetje een achtergrond. En nu kreeg dan een omkering. Zeker in die 30 jaar waar dan cultuur en cultuurverschil geweldig op de voorgrond gekomen is. Dus daarom dat ik mij ook in die 30 jaar meer en meer publiek ben gaan uitspreken. En in het Nederlands ook boekjes ben beginnen schrijven. Hè? Omdat men dan op mijn terrein komt. Antropologen bestuderen zogezegd andere of iets breder menselijke culturen. En als je dus zag hoe vanaf Huntington is dat in concreto, de jaren 1990 en later, hè, kreeg je zo'n culturalistische interpretatie van de realiteit en van de politiek ook, met dat begrip beschaving dat teruggekomen was. Dat is groot geweest of belangrijk geweest in de discours tot aan de Tweede Wereldoorlog. En dan vond men eigenlijk dat de Tweede Wereldoorlog geen voorbeeld van beschaving was natuurlijk. En is dat begrip dus verdwenen. En met Huntington en die duidelijk rechtse mensen, ideologen, is dat helemaal terug. En spreekt men dus over de beschaafde wereld, dat zijn wij dus. Met het juiste kanon, met de blanke visie en al dat soort van dingen. En dan die anderen. En dat gaat meer en meer sinds de jaren 90 dan, gaat dat in termen van cultuur, waarbij men het heeft geïnstalleerd, en dan komt men dus echt op mijn terrein, hè, dat er zoiets bestaat als verschillende culturen. Zoals containertjes, hè, van groepen van mensen die allemaal een bepaalde cultuur hebben. Verschillend van die van ernaast. En dat gaat soms in het ridicule, zoals diezelfde Bart de Wever, die op een bepaald ogenblik eventjes heeft geprobeerd van te zeggen, België bestaat uit twee culturen. Een Vlaamse cultuur en een Franstalige dan. Hè? Zo. Nu, die Vlaamse cultuur, ja, dat zou dan dus alles zijn wat nu Vlaanderen is. Historisch trekt dat er niet op. Want tot, ja, eigenlijk tot aan de onafhankelijkheid, dus 200 jaar geleden, was er natuurlijk een groot deel daarvan, van nog niet, het is nog minder dan 200 jaar, was een groot deel daarvan, waaronder Antwerpen, Limburg, Brabant, dat hoorde niet bij Vlaanderen, hè. Dat was Vlaanderen niet. En historisch helemaal niet. En hier, Gent en Brugge, heel die geschiedenis van Eyck, noem maar op, dat is Vlaanderen. Maar die hadden met die van daarboven, die boeren van Antwerpen, ze hadden niks te maken natuurlijk. Want dat was buitenland. En Luik was zo'n beetje zoals dat buitenland van Antwerpen. Zo. Dus dat is
in de loop van de geschiedenis veranderd. Na plots is Vlaanderen dat stukje van wat nu sinds 1830 dan België is. Ja, is dat zo? En wat doet er dan met Brussel enzovoort? Van dit soort van dingen. Maar bovendien, als je dan nu spreekt over die twee culturen, dan komt het tot zeer eigenaardige vaststellingen. Namelijk, men heeft hetzelfde soort van onderwijs in die twee culturen, al jaren, al generaties lang. En dan zie ik dat, zeg ik dan soms bij een voordracht, hè, dat er voor de Nobelprijzen van wetenschappen, serieuze dus, hè, dus niet literatuur en zo, literatuur is maar één Nobelprijs in België, dat is hier in Gent, hè, Maeterlinck, een Franstalige, hè. Dat is de enige Nobelprijs literatuur. Maar enfin, die tellen we niet mee. Dat is een Franstalige bovendien, maar goed. En die van de Vreder en zo, dat is flauwekul, dat weten we allemaal, hè. Maar de echte wetenschappelijke Nobelprijzen. Er zijn er in totaal 10 of 11, denk ik, waarvan er ene hier in Gent, van 2 zeggen sommigen, oké, dat kan. En dat is alles voor Vlaanderen. En 9 in Franstalig België. Dan zeg ik, ja, kijk, er zijn 2 culturen. Allee, ik bedoel, met dezelfde opvoedingssystemen, dezelfde enzovoort. Maar voor idiotie is dat nu. En wie hoort daar nu bij en wie niet? Bijvoorbeeld, neem nu Klaus, op zijn Duits geschreven. Neem nu Ancio, minister van Cultuur voor Vlaanderen. Neem nu Bourgeois, minister-president voor Vlaanderen. Ja, maar hela, ik ben geschokt, hè. Dat kan allemaal niet, hè. In mijn Vlaamse cultuur, of wat is dat nu voor een idiotie, wat gaan we nu doen zo? Enfin, als je de wereld rondgaat, kunt u hetzelfde verhaal vertellen overal. Er, zoiets als afgesloten culturen, die groep in die regio, dat is flauwekul. Als je dat echt streng wil maken, dat is echt flauwekul. Dat is intrinsiek racistisch, dat is nog iets anders, maar dat bestaat ook niet. Als je dat genetisch, racisme-theorieën, nagaat, de mensheid is een van de genetisch meest homogene soorten ter wereld, tout court, in het hele dierenrijk. Meer homogeen genetisch dan een gemiddelde muggensoort. Die dus niet 500 kilometer, 1000 kilometer verder kunnen overleven. Hè. Mensen wel. En u ziet genetisch materiaal voyageren al millennia lang over de hele wereld. En daardoor worden we dus genetisch heel homogeen zo. Dus bedoel, je hebt daar geen poot om op te staan, maar voor cultuur is dat ook zo. Maar je ziet sinds de jaren 90, en dat zijn duidelijk belangenpolitiek, zie je dat men de mensen heeft ingepompt dat er verschillende culturen zijn, die dus zo verschillend zijn als azijn en olie, hè, dat dat niet samen kan. U weet dat, hè, als ik mayonaise maak, dan mislukt 90% van de tijd, omdat dat niet samen gaat. Ah, wel, met culturen is dat ook zo. Die twee verschillende culturen, dat kan niet samenleven. Zo. Dat soort ideologische praat is er dan ingekomen om die oude sociaal-economische tegenstelling natuurlijk ja, weg te duwen en dus links-rechts eigenlijk weg te duwen. En nu wordt links verweten dat dat dus cultureus zijn. Cultuurmarxisten heet dat dan. Hè. Dat zijn mensen die toch willen het onderscheid sociaal-economisch vertalen dat eigenlijk op basis van cultuur bestaat en zo'n dingen. Maar dat is nonsens, dat is echt nonsens. Maar dat werkt politiek wel. Zeker als je de mensen een beetje bang kunt maken natuurlijk. Omdat we onze suprematie in de wereld, economische, militaire, aan het verliezen zijn. Sinds Somalië, dat is onlangs nog eens gevierd, hè, in ook 1990 ongeveer. Dat is de eerste oorlog waar wij allemaal zaten, onder de NATO, de Amerikanen natuurlijk. Dat ging ook over olie trouwens. Niet toevallig natuurlijk. Wij waren er ook. Wij Belgen hebben daar, vooral Vlamingen dan, maar zeker België in het algemeen, hebben daar een zeer grote reputatie opgebouwd. Omdat Amerika staat in de annalen van de NATO. Amerikanen hadden opgemerkt, neem die mee, de Belgen als soldaat, want op geen tijd zijn die met die gasten waar dan ook in de wereld aan babbelen. Die vinden wel een taal zo. En Amerikanen niet, hè. Die beginnen gewoon trager en luider Engels te praten. Want iedereen kent toch Engels, zo. Nee, in België vrimmelen dus iets tussenin en hup, op geen tijd hebben zij een tussentaal zo. En we zijn er beroemd voor, militair. Maar goed, dat was het eerste conflict, oorlog, die door het Westen, de machtigste militaire eenheid nog altijd in de wereld, de NATO, verloren is. Sindsdien is er geen enkele oorlog, geen enkele, nog gewonnen. Dat betekent, je kunt dat erg vinden of niet, maar dat betekent dat dus die suprematie aan het
afkalven is. We zijn niet meer baas in de wereld. En de onderbuik voelt dat hier en daar. En dan krijg je dus het opkloppen van angst. In termen nu, deze keer, van cultuurverschillen. Je hebt verschillende culturen en dat kan niet samenleven. Dus houd die gescheiden, houd die buiten. De islam is een grote vijand enzovoort. Terwijl dat even grote PZB'ers zijn als degenen die hier eeuwenlang de lakens hebben uitgedeeld. De meesten daarvan zijn van hetzelfde soort. Hè. Houd de mensen gelovig en dan zijn ze braaf. Ik ben daar niet voor, maar ik zie dat groot verschil niet. Dat is een beetje hetzelfde met lichte andere tinten. En dat mag. Mensen mogen geloven wat ze willen. Maar dat voorstellen als de grote vijand, want dat is cultureel helemaal anders enzovoort. Dat is flauwekul. Maar dat heeft gewerkt. Ik denk in die sfeer van, we gaan achteruit in invloed. Dat geeft angst. Dus hup, we maken dan maar die vijand groot. Wat Huntington ook letterlijk, waartoe hij letterlijk opriep. Hè. Je moet ruzie stoken tussen verschillende anderen om er zelf goed uit te komen. Dat is de basis van zijn boek van botsende beschavingen in der tijd. En dat is heel sterk opgevolgd. En je ziet dat in al die rechtse bewegingen, dat ze daar echt aan één ziel trekken. Daarom is het niet vreemd dat N-VA en Vlaams Belang elkaar kunnen vinden. Want tenminste op dat vlak en ook economisch liggen ze niet ver van elkaar in hun politieke opvattingen. Maar links daarentegen, of alles wat een beetje progressief is, is oeverloos verdeeld. En dat was mijn introductie van daar straks. Ik vind het zo pijnlijk om te zien dat je dan voor one issue dingen, zoals bijvoorbeeld zwart-wit of zoals bijvoorbeeld gender, dat ze opnieuw lukt om in polarisering te duwen. Zo. Nou, mensen bezig te houden met het is ofwel zwart ofwel wit. En als je een witte bent, dan mocht je niet spreken voor de zwarten en omgekeerd. Ik bedoel, nee, we zijn allemaal mensen die verdeeld worden door zo'n systeem. Kijk daar nu eens door. En zet dat eens in verband met al die andere fenomenen en dan wordt het plots wel duidelijk. Hetzelfde met gender. Als je nu een bitch van de wijf bent, die omwille van het feit dat je vrouw bent, vindt dat ze dat en dat allemaal moet mogen, tegen welke kwalitatief interessante man dan ook, sorry, dat is nonsens. Hè? Zelfs al is er gender, ik weet dat wel, maar dat mag niet de enige issue zijn. En als je dat wel doet, gaat je zien wie daar winst bij heeft. Dat zijn niet de progressieve of gewone mensen, hoor. Dat is alleen maar rechts. En zij zijn daar tot nog toe in geslaagd en ik vind dat pijnlijk, ik vind dat erg. En dan ben ik altijd oproep van, je moet over je kleine verschillen heen stappen, bijvoorbeeld Groen en SPA en zo. Allee jongens, toe. En je moet een breed progressief front van min of meer overlappende strijdpunten maken, eerder dan die polarisering te aanvaarden en je daarin te laten verdelen, terwijl de anderen staan te lachen. En ondertussen bijna een Vlaamse regering vormen. Hè. Ja, het scheelde niet veel. En de volgende keer hopen ze dat het prijs zal zijn. Hè? En dan zijn we een reservatie zo. Voor even. Verloren generatie, zonder enige twijfel. Maar goed. Dus, en dat is voor een stuk fout bij progressieven. Dat zij niet kunnen over die verdeeldheid stappen. En zich eigenlijk daar laten indrijven, volgens mij. Maar goed. Enfin, dat is een grote boodschap. Zijn er nog vragen binnengekomen? Nee, er zijn geen vragen meer binnengekomen. Oké. Dan rest ons nog jullie hartelijk te bedanken. We laten jullie niet zonder presentje naar huis gaan. Vermijden van ons mee hebben ondersteund. Een heel mooi boek gaat over de Belgische vluchtelingen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een absolute aanrader. Sarah komt speciaal vanuit Spanje naar hier voor de lezing. Sven Tuitens komt ook, die komt vanuit Madrid. Sarah vanuit Barcelona. Hopelijk geraken ze hier, want in Barcelona begint het terug een beetje erger te worden. We zullen zien. Er zijn nog tickets over, dus indien je nog geen tickets hebt, kom zeker. Een dag nadien is er dan nog Dominique Willaert en Joke Hermsen. Maar die activiteit is helemaal volzet. Maar je kan via de streaming de activiteit nog ook meevolgen.
En dan heb ik ook nog blijkbaar een flesje. En dat staat... Is het een boodschap of is het een bevel? Dat mag je zelf uitmaken. Over hier. Over hier de urgence. Dus dat laat ik aan jullie horen. Hartelijk dank. Linda, ik weet niet. Heb jij in de nabije toekomst nog... sta je nog op een podium binnenkort? 21-22 augustus, dat is een weekend, is er een poëziewandeling dat georganiseerd wordt door de Schouwburg van Kortrijk. Ah ja, oké. Okay. Dus maar ik zal het anders wel laten weten. Ja, goed. Dan posten wij dat nog via onze kanaal. Ja. En normaal gezien in het najaar verschijnt mijn eerste boek. Aha, wel. En bij welke uitgeverij? De Borgerhof van Amberg. Aha, goed. Daar kijken we dan even goed naar uit. Perfect. Hartelijk dank.